things seem under control, you're not going fast enough. Dus dat betekent elke ochtend wakker worden, je hebt een mooi bedrijf of alles loopt goed. Altijd jezelf pushen op een of andere manier om er meer uit te halen. Ik gebruik regelmatig een quote die ik ook uit mijn topsportcarrière heb meegenomen naar het zakelijke leven. Is hoeveel risico wil je nemen om je doel te behalen? How much risk are you willing to take to get the maximum result? Zoals die Engelsen mooi kunnen zeggen. En dat is iets wat in de topsport, zeker in Formule 1, heel belangrijk is. Want je kunt in geen andere sport zo snel van zero naar hero als van hero naar zero. Als jij crasht in de eerste bocht terwijl je op zaterdag als snelste hebt getraind, ja, dan ga je het weekend weg als zero. Terwijl als je op zondag kan winnen, dan ben je natuurlijk de hero van het hele weekend. Dus het is iets wat ik zeker ook mensen mee wil geven. Is van, ja, stel je doel, ga er altijd in met motivatie. Zorg dat je het geluk hebt wat ik heb gehad, dat je van je hobby je beroep kan maken. Dan voelt het ook niet elke dag als werken. Hè? Dan heb je heel veel passie en enthousiasme. En dan op een gegeven moment, ja, trigger jezelf altijd. Goed samenwerken, de juiste poppetjes op de juiste plek. Je kunt succes ook niet kopen in Formule 1. Er zijn ook heel veel bewijzen van teams die zeggen, nou, we spenderen al het geld wat we hebben, autofabrikanten. Maar als je niet de juiste mensen, als je niet die synergie weet te creëren, en natuurlijk een hele snelle coureur helpt, zeker. Maar dat team daarachter is net zo belangrijk. Mijn naam is Robert Doornbos, ik ben voormalig Formule 1 coureur. Ik heb het geluk gehad dat ik voor Red Bull Racing heb mogen racen. Het is een team waar Max Verstappen ook voor uitkomt. En ik word regelmatig gevraagd om lezingen te geven over mijn topsportcarrière.